tijd. Voor de auto-herinnering. Voor de auto-herinnering. Zeker. De auto-herinnering van de week. Ik moet nu van alles gaan doen. We hebben overigens een nieuw camera-standpunt. Ja? Ja. Want je zag vroeger op de web... Alleen maar microfoons. Zag je microfoons. In je hoofd. En dan zag je ergens de twee wenkbrauwen. Ja. Maar we kijken nu in de camera. In de camera. Zo schrik, zo. Hallo. Zo. Ja. Wat moet ik ook weer doen? Oh ja, de beker. We hebben gesponsorde bekers. Ja, ja, ja. Want de heer L. van der Leeuw te Amsterdam heeft... Die heel snel... Ja, die heeft een sponsoring deal heeft hij overeengekomen. Ja, we hebben hier jaar voorraad. Ja, ja, ja. Tot podcast 285 zitten wij in de bekers. Ja. Dank je, Lucia. In de bekers van Manetti. Ja, Manetti. Ja, Manetti. Geen idee wat Manetti is. Geen idee. Ja, wel, misschien is het wel een pornohuis of zo. Dat kan, hè. Manetti. Kijk, Lucia van der Leeuw. Manetti, zo'n speciale klank. Daar kun je alles van verwachten. Ja? Ja. Die kan nu enorm plezier hebben thuis. Ja. Dat wij in bekertjes van een Milanees pornohuis zitten te praten. Zonder dat we het doorhebben. Ja. Dat zou kunnen, hè? Dat zou kunnen. Maar goed, herinnering. Ja, van wie komt die? Nou, dat zal ik je vertellen. Die komt van een dame. Ah. Angela van der Vlucht. Ja. Bij mijn weten geen familie van Fred van der Vlucht. God, wat mis ik die man af en toe, mag ik dat even zeggen? Jazeker. Maar goed, uit Zeewolde. En die gaat, die zegt, ik ben een hartstikke trouwe fan. Ik luister elke vrijdag jullie podcast, als ik in de auto zit. Mm-hmm. En ze zegt, het volgende verhaal moet ik toch eens laten vereeuwigen. En welk podium is dan mooier dan Petrolhead? Oh, wat mooi. Met zo'n inleiding, dan heb je hem al. Klaar. Dan heb je hebt ook niet geschrapt, hè, deze ziek. Ik heb nauwelijks geschrapt, maar hij was ook lekker kort. Ik had er gisteren eentje, die stuurde jij door, of eergisteren. Ja. Die was 850 woorden. Ja. En in kleine letters gezet, maar wel 850 woorden. Ja. Weet je, voor Carlos, het blad dat ik maak. Ja. Ja. 850 woorden is 3 à 4 pagina's in het blad. Ja. Ja? Ja. De muziek is bijna afgelopen. Ja, maar dat houdt Arthur in de gaten. Ja. Nee, maar... Daar kunnen we niks mee. Het is te veel. Het is te veel. Kom maar. Maar goed, deze is dus van Angela. En die gaat terug naar 2003. Het bekertje gaat erop, hè? Het bekertje gaat erop. Ja. Het was 2003. Mijn zoon Damian was 3 en mocht een keer mee naar mijn werk. Hij zat dus achterin de Peugeot 306 Break in zijn stoeltje. Nou woon ik in Zeewolde en ik moest dus door de polder naar mijn werk in Hilversum. Ik reed een stuk binnendoor over de Vogelweg, een soort sluiproute om de drukte te mijden. Maar die is helaas niet helemaal vlak. En er zitten ook wat, ja, zeg maar, soort van heuveltjes in. Als je dus door dat polderlandschap rijdt, je gaat de hele tijd een beetje op en neer. Vogelweg, ja. Mijn zoon vond dit ritje leuk, het op en neer gaan de hele tijd. Het gaf kriebels in zijn buikje en hij riep dan ook telkens hoei, hoei. Kun je je voorstellen, ja, een klein mannetje achterin. Om mijn zoon wat meer te laten genieten van dit gevoel, ging ik steeds harder rijden. Hij giechelde het uit en steeds harder hoei, hoei vanaf de achterbank. Wat een plezier had mijn mannetje, daar doe je het voor als goede ouder. Ondertussen bleek er achter mij een witte auto met oranje-blauwe strepen te rijden... die ook een geluid maakte. Oei. Maar dat was meer van... Tatu, tatu. Dat is heel veel zo'n splitsing, want in Groningen is het... Tatu, tatu. Maar goed, de tatu, tatu. Shit, zegt ze, helemaal niet opgelet. Ik reed 150, waar ik 80 mocht. Oeps. Natuurlijk ben ik netjes gestopt voor oma Gent. Of mevrouw wel weet waar ze mee bezig was, werd haar toebedeeld. Mijn zoon, zegt Angela, mijn zoon zit nog steeds schaterlachend in zijn stoeltje. Nog heerlijk nagenietend. Terwijl bij mij het hart in mijn keel klopte. Enfin, ik heb mijn man gebeld of hij mij even kon komen ophalen. Mijn rijbewijs was ik kwijt. En in afwachting van de teruggave heb ik een weekje thuis gewerkt. Het leven ging door. Later hoorde ik zelfs nog dat mijn werkgever nog een brief had gestuurd naar het OM... of ik mijn rijbewijs weer terug mocht hebben. Onmisbaar was ik op de zaak vandaar. Enfin, goed, inmiddels is mijn zoontje 20.
Maar we roepen nog steeds oei, oei, op de Vogelweg. Waar ondertussen trouwens een trajectcontrole staat opgesteld. Groeten, Angela van der Leyen. Mooi. Kijk, dit zijn de autoherinneringen. Ja, mooi. Mooi verhaal. Die wil je als voorlezer hebben. Ja, zeker. Snap je? Dit is een prachtig verhaal. Ja, die vind ik leuk. Woei. En ik kan het me helemaal voorstellen. Maar dat die tatuta dan gewoon zegt... Ja, dat ga ik dan toch vertellen van mijn zoon. Vindt dit mooi over die bult. Ja, joh, maar dat was waarschijnlijk gemeentepolitie. De foto's, zou ik maar zeggen. He, want als je toch vroeger de snelwegjongens had... Die snelwegjongens had. Ja, die deden dat niet. Die vonden het leuk. Fantastisch. Die gingen meedoen. Die begrepen het. Huppakee. Wilde even Hadden ze nog een zitten. Ze met hun vingers in het dak van die A6 vast. He? Zo is dat. Zo. Gaan we het nieuws doen. We gaan het nieuws.